De kartonnen koffer schijnt een cruciale rol te spelen in vaders nieuwste plan. Hij klopt opgetogen op de deksel en vraagt dan: hoeveel pakjes sigaretten denken jullie dat erin gaan? Kennelijk wil hij de spanning nog even inhouden. 4 sloffen, gokt Evert. We zullen de proef op de som nemen. Haal ze maar. Evert haast zich naar de winkel. Je gaat geen sigaret in die koffer stoppen, zegt moeder. Wacht maar af. Ik weet niet waar je die koffer vandaan hebt, maar hij stinkt een uur in de wind. Vader ruikt argwanend in de koffer. Waarna dan? Oude onderbroeken. Hij trekt zijn neus haastig weg. Freek, ik vind het geweldig dat je gekomen bent om het eerste exemplaar van mijn boek in ontvangst te nemen. Ik geef het je graag ook als dank voor alles wat je ons gegeven hebt. Je geweldige optredens, je geweldige woede en verontwaardiging en natuurlijk je geweldige staatsfeem. Ik hoop dat ik met mijn boek... Ik heb het nog zo opgerepeteerd. Ik hoop dat ik met mijn boek op mijn beurt ook jou eens mag vermaken. En het scheelt ongelooflijk of het je eigen kleinkind is of van een vreemde. Als het voor jezelf is, kan je dat heel goed verdragen volgens mij. En ik denk dat ik me de dood aan te ergeren, maar dat is het. Jelte is van 1940. Ik ben van 1944. Ik moet je zeggen dat... Je zat ook op het Staande Lyceum. Ik keek erg tegen je op. Ik keek echt tegen je op. Ik had alleen in één dingetje waren wij superieur. Jij was gereformeerd en wij waren Nederlands hervormd. En ja, gereformeerden, dat hadden wij geleerd. Dus dat was wel een minder soort. En die Westzijde kerk stond ook precies tussen onze wereld in. Want jij was een vriend van de kinderen van Dominee, een van de kinderen van Dominee de Bruyne. En dat was Frits, ik heb hem inmiddels gezien. En wij voetbalden samen. Dan stapten we even over onze geloofsscheidingen heen. Of als we tegenover elkaar zijn, dan raakten we elkaar waar we konden. Hier in lezend en denkend, terugdenkend aan die tijd, denk ik vooral aan die onwaarschijnlijke scheiding die dat geloof teweegbracht. Die enorme verzuiling. Op één ding waren wij Nederlandse vormden erg jaloers en dat was op Jan Passeer, die wordt in dit boek briljant organist en vooral ook leider van koren. Ja, dat die gereformeerd was, dat stak. Ik weet niet of mijn vader nog poging heeft ondernomen om op die juiste pad te brengen, maar in elk geval, ik kwam nog wel eens een zoon van hem tegen. Hoe dan ook, Jelte. Ik vind het een fantastische prestatie. Ik wil je wel dolgraag uitnodigen voor de voorstelling die ik nu speel. Die is in het Compagnie Theater in Amsterdam. Daar speelt de Westzijde Kerk een belangrijke rol. Bied ik je graag aan en ik zou mijn woordje willen besluiten met een gedicht over de zaal. Ik weet niet of je dat... Wat in het Staatse Theater hangt. Maar buiten moet laten horen. Misschien zijn er mensen die dat dan nog niet kennen. Ik kreeg er zoveel met je af. Goed, de zaan. Ik heb de zaan nog nooit bezongen. Die nauwelijks stromende rivier. Waar ik voor in zwom als jongen. Tussen de ijsberen en het wier. Ik stak haar over met het pontje, ruit de veer. Ik heb haar dikwijls overbrugd, jarenlang hetzelfde rondje. Oostzij heen en Westzij terug. I was 8 years old, running with a dime in my hand. The bus stop picked up the paper from my. Sit on his lap in that big old Buick and steer
Railroad tracks. A woman says he's just